De Partij Luhur is teruggevallen doordat die een samenwerking met de ABOP is aangegaan bij de afgelopen verkiezingen. Dit stelde partijvoorzitter Paul Somaharjo eerder bij een structurend vergadering van zijn politieke organisatie, de Beekhuizen. Somaharjo stelt dat de partijachterban boos is en niet wilde dat de twee partijen samen in zee gingen. Dus we hadden in hun team meer dan 35.000 stemmen. De vraag is, waar zijn ze naartoe gegaan? En waarom? Bij onderzoek is gebleken dat ze niet gaan stemmen. De duizend. De duizend. Wie zei het nu? Minowani, je vroeg naar de ABO. Ik heb proberen uit te leggen. Maar de tijd was kort. Was één man voor de verkiezing. Dat wij een lijnsverbinding hadden. Die probeert, leg het maar uit. Het lukte niet. Maar het zal nooit zijn dat wij in komen wijden. Niet geen zetel zou halen. Het zal nooit zijn in Wanica. Dames en heren, feit is, onze mensen zijn boos. Maar je weet hoe ons jongen is. Ons jongen lang, ons jongen rimo, ons jongen gaat niet protesteren. Pa! Anders dan onze niet-jongen. Somaharjo zei verder dat de straf van de PL is geworden dat vele partijaanhangers niet zijn gaan stemmen op 25 mei 2020. Doordat wij samenwerken met ABOP zijn we helemaal gedropt van 35.000 naar 15.000. Dat is nooit gebeurd. En nu zie ik, nu hoe ik bekend, hoe een heel groot samenwerking in Spanje. Dit zijn de structuren. Laat staan. Straks als wij een massa-meeting houden. En ook op 7 december. Dan gaan we zien de duizenden mensen die thuis waren. Die niet voor ons gestemd hadden. Komen terug. Die komen bij. 7 december dan staan. Dit is een bewijs dat Wonchowo van die 65.000 nu wakker zijn geworden. Dank je meneer. Maar als mama, ik mag er ook op. Somaharjo meent dat veel mensen blij zijn dat de samenwerking met de ABOP verbroken is. Hij benadrukt dat de identiteit van de PL belangrijk is.